middag of avond. Nee, het is 4 uur. Het is nog namiddag dus. Ik heb net een kauwgom genomen, dus als ik zit te kauwen, sorry. Ik heb heel de dag thuis gewerkt. Hè, Sjelleke? Mama is de hele dag bij jullie geweest, hè. Dat is leuk, hè? Dat is leuk, hè? Ja. Melkie is hier. Zetelke moet nog altijd weggedaan. Maar kijk hoeveel haren daaraan hangen. Haarballen toch, hè? En Muffin ligt hier te slapen. Hey Muffin. Hey. En ik ga nu vertrekken richting Celine en Nick. Want Ellie is vandaag jarig. En last minute, gisteren hebben we afgesproken dat we een feestje gaan doen voor Ellie haar verjaardag. Alles is goed voor een feestje, of course. Dag schatjes, tot straks. Dus we gaan nu richting daar. Allee, ik ga richting daar, want ik ga met Celine nog inkopen doen. Want we gaan Pizza Red doen. En daarna komen samen Nick ook, die zijn op kantoor. En dan deze avond gaan we ook nog langs bij Sophie en Claudio. Want Claudio is verjaard. En dan gaan we ook nog naar Mo-apps. Naar Wouter en Mo. Maar dat is alleen Sam en ik. Ook naar Sophie en Claudio. Dat is niet met Celine en Nick. Dus het gaat nog een drukke avond worden. Maar ik kijk er wel naar uit. Dit is trouwens mijn outfit als ik scherp ben. Ik heb een wit t-shirt aan. Oei, dat lijkt alsof dat mijn tepels zijn. Maar dat is mijn BH. Of hier hangt iets aan. Ja, oké. Een wit t-shirt aan van de Zara. Een crop t-shirt is dat. Mijn disco pants van American Apparel. Maar dat is echt al heel oud. En mijn schoenen zijn Totally Two. De Creepers. En mijn beige jasje is ook van Totally Two. Ik heb trouwens vandaag mijn harenstijl. Ik moet wel nog altijd wennen. Want dat doet zo. Ja, dat trekt zo een beetje van achter. Maar dat is logisch. Maar ik heb ze stijl gedaan. Ik vind het wel mooi. Het is meer mei. Nu zien ze er wel nog langer uit. Maar I like it. Oké, ik ga weer trekken. En ik zie jullie zelfs bij Celine en Nick. Wij zijn klaar voor de pizza party. Happy birthday girl. Yeah. Birthday girl. Nee, jij bent niet de birthday girl. Milka. Was samen net aangekomen, dus ze zijn heel happy. Oh, dat is echt schattig. Is dat wat die bij Nick doet? Oh. Doe dat nog eens. Ellie, kom eens. Oh, wie schattig. En Milka denkt, pak jij mee? Pak mij ook! Ja, mij zijn Waar is Milka?
Welke hap heb jij? Moet ik het pakken? Moet ik het afpakken? Nee. Ja. Wauw, Ellie, zo chic. Chique, Ellie. Dan krijg je misschien iets minder snel kapot. Ja, ik dacht met die ballen dan midden, dat ze dan misschien niet snel kapot gaan krijgen. We gaan ze verlaten. We zien jullie heel het weekend niet, hè, nu. Echt? Ai, tenzij jullie zondag iets willen doen. Nee, we hebben geen tijd. Ciao, kus. We moeten wel gaan eten. In de pizzaret. Hondjes. Ah, hier is één hondje. Dag, Milka. En waar is Ellie? Ah, daar. Ellie. Was het leuke verjaardag? Ellie, was het leuke verjaardag? Kijk wat hij met mijn beertje heeft gedaan. Het beertje is no more. Dat schiet er nog van over. Hé, Ellie. Dat doet jij met tante haar cadeautjes. Dag. Oeh, dag. We zijn ondertussen aangekomen bij Sophie en Claudio. Daar is Sam. Nee, daar is Sam. En we zijn in twee aparte auto's omdat Sam daar straks van zijn werk kwam. En ik van hier kwam. Dus that's why. We hebben nog steeds onze smooth truien aan. Dus we are matchy. Matchy, matchy. Okay, let's go in. I remember talking and drinking what we could find. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for... Heel mooi. Je ziet dat niet zo. Die dubbelke. We're home. Waar zijn de schatjes? Waar zijn de schatjes? Waar? Oké, wij zijn thuis en gaan slapen. Maar ik ga morgen nog verder vloggen, want ik denk dat de vlog niet zo lang was. Dus slaap wel en tot morgen. Goedemiddag iedereen. Wij zijn vandaag al naar de fitness geweest. Mijn batterij is plat, zie ik. Lappen, secondje. Oké, we're back. Onscherp, maar we're back. Aha. Hebben we vandaag al gedaan? Fitness. Fitness. Je hebt gewerkt. Ik heb een dutje gedaan. Gewerkt, ja. En nu zijn we hier. Het is bijna 5 uur, denk ik. We gaan naar Maastricht. Dit is mijn outfit. Eindelijk is het vandaag kou. Ik heb mijn disco pants aan van American Apparel. Schoenen zijn Pew Pew. Jasje is Totally Too. En mijn trui is van de Zara. Dus let's go, hè. Let's go. Ondertussen zijn we aangekomen in Maastricht en ik heb weer een grote fail begaan. Want de reden dat we naar Maastricht kwamen was omdat ik een bril ging halen bij een brillenwinkel hier. Ik moet een rustbril en een zonbril voor aan de computer en zo. Ik moest dan nog eens laten testen. En we komen hier aan en nu blijkt dat gesloten om 5 uur in plaats van 6 uur. Ik wist dat het toch niet zou mogen. Maar dan zijn we maar gaan shoppen en heb ik een nieuw t-shirt gekocht van Metallica en 2 kettingjes aan de H&M. En nu zijn we ondertussen iets aan het drinken in een koffiebarretje. Ondertussen zijn we bij La Cubanita. Lekker eten. Yummy, smakelijk. Let's go. Alrighty, goed volgegeten. Oh, ik zit echt kroppens vol. Zijn we niet al te ver nu? Nee. Nee? Nee. Zeker, hè? Ja. Nee. En nu gaan we naar de
housewarming. En dat wiebelt hier van Freya en Jeroen. Die hebben een huisje gehuurd. We zijn daar al geweest over laatst gaan eten. Maar nu gaan we. Is het hier? Nee. Nu gaan we naar de housewarming vandaag. Het is wel 10 uur zeker of zo. 10 uit 10. Ja. Maar het is niet erg. Hè. Fashionably late. Wij zijn terug thuis bij onze drie katjes. Katjes! Hey! Waar is Muffin? Ah, hier. We gaan hier ook de vlog afsluiten. We zijn heel moe. Gaan slapen. Het is nog niet zo laat. Ah, bijna 1:30. Het is 1:30 bijna, ja. Hopelijk vond je het een leuke vlog, dus zeker thumbs up! En wij zien jullie morgen!